Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. En vandaag hebben we voor jullie meegenomen de splinternieuwe Super Soco TS Street Hunter. En niet zomaar in een kleur, maar de officiële kleurbenaming van Super Soco is King Kong Black. Maar dames en heren, wat een ontzettende rammer is deze machine. We gaan in deze video alle details uitlichten. Maar dit is dus gewoon een 45 km per uur elektrische bromfiets. Je kunt hem activeren met dit keyless go kastje. Nou, er zitten eigenlijk drie knopjes op. Je gebruikt eigenlijk altijd een ronde knop. Hiermee kan je hem activeren en ook weer deactiveren en dan gaat hij automatisch op alarm. Eventueel heb je wel nog twee knopjes om hem op alarm te zetten en van alarm af te halen. Nou, qua demonstratie gebruik ik nu even de ronde knop. En wat je nu ziet is dat hij het display activeert. Hier hebben we de richtingenwijzers. Geeft hij ook aan op het display. Naar links en hier naar rechts en in het midden is uit. We kunnen nog switchen naar groot licht. Geeft hij ook weer aan. En we hebben hier de klaxon. Nou, hier hebben we nog alarmlichten en we hebben verschillende rijmodussen. Een eco, een normale en een sport. En je rijdt eigenlijk altijd gewoon in rijmodus 3, dus die sportmodus, omdat die flink terugschaalt in snelheid. Hier hebben we nog, ja, ik noem het maar even de dodemansknop, maar het is ook gelijk de startknop. Het staat nu op zijn zijstandaard, dus nu zal het niet werken, want er zit een sensor op, linkerremmetje in of de rechterrem in, dan druk je op de knop en dan ben je klaar om te gaan. Wat geeft hij nog aan op het display? Nou ja, je kan zien hoe vol de batterij is. Op basis van blokjes, maar ook nog in percentage. En hij staat nu op 98%. We hebben nog een tripafstand. Hier zien we hoe hard we gaan. We hebben nog een soort amperemeter, het aantal graden. Dus eigenlijk gewoon alle informatie die je nodig hebt. Nou, wat zit er nog meer verwerkt? Kijk, hier is een mooie USB-aansluiting. Die kan je bijvoorbeeld combineren met een mobielhouder, zodat je ook je mobiel kan laden tijdens het rijden. De oplettende kijker zag dat er ook nog een sleutel bij deze Super Soco zit. En dat klopt. Hier hebben we de mogelijkheid om een sleutel erin te steken. Als ik hem dan naar rechts draai, kijk, dan gaat hier het klepje open. En dit is wel echt verrassend. Hier zit eigenlijk een soort van buddybak in. De demonstratie heb ik even de reservesleutels erin gelegd. Ja, moet je kijken wat een ruimte je daar nog in hebt. Hebben ze wel heel erg mooi gedaan. En daaronder, daar zit de accu. Nou, die accu is een 60 volt 32 ampère uur accu. Ze hebben een hele mooie rails gemaakt. Ik knijp hem nu zo even los. Waardoor je die accu er heel makkelijk in en uit kan laten glijden. En het is echt wel een beuker van een accu. Nou, met één accu heb je volgens de website van Super Soco maximaal 50 km range. Nou, doe je er twee accu's in, dan kom je natuurlijk uit op ongeveer die 100 km range. En we zullen hier ook nog een actieradius testvideo mee gaan maken. Wat wel opviel is dat in het begin, ja, die stekkers die zijn wel echt, die zijn wel dik en die zijn wel wat stroef. Dus het is wel een beetje duwen en trekken om zeg maar die laadkabel erin te krijgen. Maar hij klikt er dan wel heel mooi in. En dan zit hier eigenlijk een soort adaptertje waarmee je hem weer los kan klikken. Kijk, en hier zit gewoon de kabel voor de tweede accu. Nou, het mooie is wel dat je nu met één accu ook gewoon heel eenvoudig die lader kwijt kan. Dan moet je kijken wat een lader. Ja, dit is gewoon een, best wel een unit. Maar hier kan je dus één accu mee in 4 uur tijd volladen. Dus dat is wel heel erg mooi. Kijk, en die kan je gewoon eenvoudig hier erin laten zakken. En dan kan je zo dit klepje er weer in doen. Moet ik hem even goed doen? Hoppa. Aan de voorkant zien we een 17-inch voorwiel. En wat opvalt is dat hij gewoon afgewerkt is met mooie onderdelen. Er zit bijvoorbeeld een upside-down voorvork op. En een vrij heftige remklauw met maar liefst 4 remzuigers. Er zit best wel veel kunststof op, maar het zit wel allemaal gewoon lekker stevig en goed vast. Dus dat heeft Super Soco echt goed gedaan. En die koplamp, die is lekker agressief. LED-verlichting, ook LED-knipperlichten. En nog even over die gashendel, want hier zit ook weer die High Precision Flowchart gashendel op. Wat we eigenlijk zeggen is dat hij gewoon een heerlijke gasrespons heeft. We hebben hier nog een uitklapbaar voetsteuntje voor de medepassagier. En natuurlijk het voetsteuntje waar je zelf je voet op zet. De motor die zit verwerkt in het achterwiel. Er zit een Super Soco motor onder met een maximaal vermogen van 3300 watt. En een constant vermogen van 2500 watt. Maar die heeft echt wel gewoon voldoende power. Nou, die motor zit natuurlijk verwerkt in het achterwiel. En het achterwiel is net als de voorkant ook weer 17 inch.
Er zit nog een verstelbare schokbreker onder, dus daarmee kan je nog je rijcomfort eventueel wat optimaliseren. En de accu, die kan je eigenlijk op twee manieren laden. Nou, ik licht hem even uit en waarom? Omdat hier zeg maar de aansluitkabel in kan van je lader. Dus je kan hem hier erin steken en dan je stekker in het stopcontact. Maar dan moet je wel een stopcontact in de buurt hebben. Of je haalt de accu eruit en dan kan je hem eventueel binnenladen of op het werk. Ik zei het natuurlijk net al eventjes over die schokbreker, maar hier is hij nog eventjes wat beter in beeld gebracht. Maar dat is gewoon wel heel erg fijn dat hij verstelbaar is. Aan de achterkant zien we nog een mooi LED achterlicht met natuurlijk ook de knipperlicht in LED. Ik zal even het remlicht demonstreren en natuurlijk de knipperlichten die we hier mooi zien. Nou, uiteraard heeft deze versie ook kentekenplaatverlichting, maar met al en al ja, is die wel gaaf uitgevoerd met hele leuke specs al vanuit de fabriek. Hoe kun je dit model nou eigenlijk goed op slot zetten? Nou ja, ten eerste eigenlijk altijd met een goedgekeurd kettingslot voor de verzekering. Met deze kun je hem heel goed om het achterwiel op slot zetten en dan het liefst ergens aan vast. Maar standaard zit hier ook nog een speciaal anti-diefstal systeem in. En ik zal hem eventjes aan jullie demonstreren. Het alarm staat er nu op. Als ik hem nou probeer te pakken en te stelen, gaat het alarm af. Maar kijk, dit is mooi. Als ik hem naar voren probeer te duwen, kijk, dan gaat hij me automatisch tegenhouden. En dat zijn wel weer heel erg leuke en handige gadgets. En hoe groot is die? Ja, in vergelijking met andere elektrische bromfiets of elektrische scooter is dit gewoon echt een van de grootste in het assortiment. Hij is bijna 2 meter lang. Stuur is 78 breed en qua hoogte zit je zonder spiegels op 1,9 meter. Ja, ik ben zelf 1,95 meter. Het voordeel van zo'n design is dat je gewoon echt ontzettend veel beenruimte hebt. En ik heb ook nog voldoende ruimte voor een gezellige medepassagier. En die kan zijn voeten hier kwijt op de uitklapbare voetsteuntjes. De Super Soco TS Street Hunter in de kleur King Kong Black kun je gewoon eenvoudig online bestellen in onze webshop. Ja, en dan heb je hem online besteld. Wat dan? Nou ja, dan komen we hem gewoon gratis bij je thuis bezorgen. En we kunnen hem tegenwoordig ook bij je thuis onderhouden. En check ook even ons vernieuwde serviceabonnement. Want voor 1 vast bedrag per maand kunnen we hem gewoon ook bij je thuis onderhouden. Ja, wat ook nog wel leuk is, is dat je hem, je kan hem zeg maar op basis van directe koop afnemen. Je kan hem ook finance leasen en ook private leasen. En neem ook gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Maar de grootste vraag, punt. Element is natuurlijk, twijfel je nog een beetje, kom dan gerust een keer vrijblijvend proefrijden. Op onze website hebben we een hele makkelijke proefrit button. Maak gewoon lekker een afspraak en dan kan je hem gewoon zelf komen ervaren. Want op die manier kom je erachter welk model het beste voor jou geschikt is. Vonden jullie dit nou een leuke video en willen jullie meer van dit soort video's zien? Laat het ons gerust weten. Heb je nou een scooter gezien op onze website waar je nog een video van wil zien? Laat het ons ook weten. Ja, volgens mij nog ongeveer 800 abonnees en dan zitten we op die 10.000. En daar zijn we super trots op als we dat gaan halen. Dus vergeet niet te abonneren. Doe even een duimpje omhoog. Volgende week maandag weer een nieuwe video om 8 uur. Dus tot volgende week maandag.